Nee, dat is lang geleden. Maar lekker boeiend, want we gaan weer bouwen met knutselen. Bouwen met knutselen. En wat beter te bouwen met knutselen aan het einde van het jaar dan vuurwerk. Niets! Er is niets beter. En om dat te hebben, wij zijn ze hier vuurwerk. Benodigdheden die nodig zijn voor vuurwerk. Als allereerste een werktafel. Maar die heb ik niet meer, die is kapot gegaan. Dus doen we nu vanaf alles op de vloer. Want crisis. We gaan verder. En dan de stoker. Een banaan. Een leeg flesje water. Merkloos. Maar die van Spa is prima. Sponsor ons. Een kat. Hey, kom terug. Een kat. Blijf. Een kat. Nee, blijf. Een kat. Kapes. Kom terug. Een kat. Oh, oké. Doe maar zo. Geen kat. Een knijper. Plakband. En natuurlijk als laatste iets dat brandt. Tabasco-saus. Want vuur is te gevaarlijk. Je kent allemaal wel de zin. Je bent een rem als je met vuur speelt. Precies. Laten we beginnen. En dan beginnen we door de banaan weg te gooien. Want die is namelijk te oud. Tot ziens, banaan. Pak vervolgens de tandenstoker op. Doe dit niet met je handen. Maar met de knijper. Met de knijper. Met de knijper. Kom op, knijper. Pardon. Pak vervolgens de tandenstoker op en doe dit met je hand. En steek een middelvinger op naar de knijper. Dit heeft hij duidelijk verdiend. Of zij. Het was een goede knijper. Het kan van alles zijn. Doe de tandenstoker in het flesje water. Hierbij is het verstandig om eerst de dop van het flesje eraf te halen. Want anders kan het soms nogal lastig gaan met de dop er nog op. Maar zodra je dat ding erin hebt getiefd, doe je om precies te zijn 3 druppels tabasco erbij. Schiet je uit? Geen probleem. Zo precies hoeft het niet te zijn. Precies. Daarna plak je de opening van het flesje af met plakband. Want doordat je zwaar aan de ADHD lijkt, ben je inmiddels vergeten waar dat op is gebleven. En schud het flesje 10 seconden lang met een redelijk vrolijk gezicht. Maar pas op dat de tandenstoker niet door het plakband heen schiet en direct je ogen in. Dit schijnt best pijn te doen. Ik heb het zelf nog niet getest. Dit doe ik in een andere video al een keer. Of niet? Dat ligt eraan hoe dom ik me voel die dag. Nadat je 10 seconden lang hard en krachtig hebt geschud aan je fles, leg je dat ding weg. En wacht je. Hoe lang kan je nu vragen? Nou, zolang totdat er iemand langskomt met echt vuurwerk. Dan haal je snel de tandenstoker uit de fles en prik je hem daarmee in zijn ogen. Nu doet dit niet alleen pijn omdat het een tandenstoker is, maar ook omdat het inmiddels lang gemarineerd is in tabasco saus. En tabasco saus doet pijn, mensen. Dus dat is een double kill. Fatality. Oké, dan. Yeah. Oftewel vuurwerk. Gratis. Steek het daarna gelijk af, maar vergeet natuurlijk niet. Je bent een cool als je met vuurwerk stunts doet. Dankjewel. Aan mijn knieën.